Waar zijn die eindjes? Welkom bij vlog nummer 2. Thanks voor het kijken en voor jullie reacties op mijn allereerste vlog van vorige week. Naast mijn beautygeheimen zijn mensen vaak benieuwd wat ik op zo'n normale dag allemaal doe. Het lijkt me leuk om jullie gewoon even mee te nemen aan de hand van een paar activiteiten. En te laten zien waaruit zo'n gewone dag voor mij over het algemeen bestaat. Wat ik ook heel tof vind om te doen, is af en toe onverwacht op Instagram Live of Facebook Live verzoeknummers te spelen voor mensen en vragen te beantwoorden. Nou, en hoe ik dat precies doe, eigenlijk heel simpel. Ik ga gewoon in mijn kantoor zitten en ik gebruik daarvoor zo'n statiefje. En ik ga dan naar mijn Instagram account. Daar ga ik live. 3, 2, 1. En we zijn live. Hallo allemaal. Goedemorgen. Rosanne, die spelen nog wel een keer op het podium. Een goede tip om gitaar te spelen, ja, het is echt heel saai, maar je moet het gewoon veel doen. En zorg dat je muziek speelt die je leuk vindt, want dan pak je gewoon sneller die gitaar. Jullie zitten momenteel dus in mijn nieuwe vlog. Jullie zijn dus nu live op mijn Instagram account. Ik hoop dat je nog kan volgen. Dit doen we dus ook wel eens op Facebook Live en op Nick Simon underscore online. Of op Nick underscore Schiller underscore Insta. En vergeet je niet te abonneren, super belangrijk. Verder zijn Simon, Gordon Grootheden en ik momenteel nieuw materiaal aan het schrijven voor een nieuw album. En dat doen we gewoon in Volendam, in de Vota Studio. Daar zit Gordon momenteel, daar. En dat gaat best wel lekker. Het hoogtepunt van de dag is toch wel voor mij dan het eten. En dat doen we vanavond hier bij restaurant A-Fusion. Hey, hallo. Je zit in mijn vlog, Baba. Maar wij zijn van het beste sushi-restaurant van Volendam. Oh, dankjewel Nick. Alsjeblieft. Goedendag Nick. Hey, jongens. Gezellig. Sushi. Dit is de crunchy chicken met wasabi mayonaise. Super. Eet smakelijk. Toppie. Wist ik. Dat was een kleine greep uit de activiteiten waar ik me zoal deze dagen mee bezighoud. Je hebt van die woorden waarbij je altijd twijfelt als je ze opschrijft. Onmiddellijk. Dus bijvoorbeeld met 2 D's, 2 L's. Accessoires met 2 C's en 2 S's. Mijn cappuccino's met 2 P's en 2 C's. En wat ook zo'n woord is abonneren. En dat is nu precies wat jij even gaat doen over 3 seconden. 3, 2, 1. En mocht je reacties willen achterlaten, je bent van harte welkom. Doe het in de comments hieronder.